Prijs de naam van Jezus, geliefde kijkers en luisteraars. Dit is uw eigen programma, The Best Is Yet To Come. Mijn naam is Steven Rijm en zoals altijd vind ik het een bijzonder voorrecht om wederom in uw huiskamer te zijn. Wat u ook bezig bent te doen, weet dat God van u houdt. En weet dat God een plan heeft met uw leven en dat God u wil brengen naar hoogten waar u nog nooit eerder bent geweest in uw leven. Het is geen toeval dat u kijkt naar het programma. Daarom zeg ik altijd tegen de mensen, open uw geestelijke oren, open uw geestelijke ogen en sap dat cadeau, want bless you. Ik wil groeten de mensen in Nikeri, de mensen in Koroni, de mensen in Saramaka, de mensen die ook zijn daar op Marowijne. Ik wil u groeten vandaag in die wonderbare naam van Jezus. Ook de mensen daar op Brokopondo, op Saramaka en Komowijne. Saramaka had ik al gegroet. Apura, gemeente Logos International, Apura, u wordt ook gegroet. En waar u ook bent in Paramaribo, misschien luistert u via internet, weet dat God van u houdt en dat het geen toeval is, nogmaals. En dat God u geweldig wil zegenen. De God die we dienen, hij is een trouwe God. Ik wil vandaag praten over het feit dat je als mens je roeping moet ontdekken. Je moet weten waarom je op deze aarde bent. Elk van ons is niet zomaar gekomen op aarde. Een ojevar tjari moesje. Je bent met een bepaald doel hier op aarde. En daarom is het belangrijk dat u als mens dat gaat begrijpen. En dat u gaat verzoeken naar het doel van uw leven hier op aarde. Want u moet weten dat God een God is van planning. En van purpose, dat wil zeggen van een doel. Elk van ons die geboren is op aarde is met een bepaald doel geboren. God wil hebben dat we een bepaald iets vervullen op deze aarde om hem te zegenen allereerst en ook om uw medemens te zegenen. Daarom wil ik met u gaan lezen vandaag uit Filippenzen 3 vers 14. Een heel bekende tekst waar Paulus zegt dat maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, ik had het daarover, een doel, om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Met andere woorden, geliefde kijkers en luisteraars, zegt Paulus ons hier dat alles wat hem, eigenlijk wat hij wist, niet zo belangrijk zijn als hij, maar tenminste het doel van zijn leven op aarde zou kunnen begrijpen. En hij noemt het de roeping Gods. Geliefde kijkers en luisteraars, u moet begrijpen dat niemand zomaar is op deze aarde. Niemand is zomaar op deze aarde. Als je bijvoorbeeld een monteur bent, je voelt dat je monteur moest worden en je bent een monteur geworden. Maar je bent een monteur, maar in plaats van je monteur, je doet een trassani. Dan heb je die roeping niet vervuld. Als je bijvoorbeeld een tandarts bent. U bent tandarts, maar u hosselt misschien. U bent cambiohouder geworden. Dan is het misschien wel leuk, maar uw roeping was misschien tandarts. En u vervult die roeping niet. Dus met probeer voel, leg u uit op wat makkelijk vast. Dat als u niet doet waarvoor u geboren bent. En u andere dingen doet. Maar toch, als u straks voor de Heere God gaat staan, dan kan u uw roeping hebben gemist. En daarom is het belangrijk. Elk van ons is geroepen om God te dienen. Dat ben ik zeker met u eens. Maar elk van ons is niet geroepen om hetzelfde te doen. Elk van ons is geroepen om iets anders te doen in het leven. En daarom zegt Paulus, wij moeten ons beijveren. Om, of hij zegt het anders, we moeten jagen, we moeten ons beijveren om dat doel dat God ons gegeven heeft om te kunnen ontdekken en die roeping Gods die God ons gegeven heeft te kunnen vervullen. En vele mensen stellen steeds de vraag, maar Pastor Steven, hoe kan ik ontdekken wat de roeping van God is in mijn leven? Ik kan u gewoon een praktisch voorbeeld geven. Behalve dat u misschien een openbaring moet krijgen van God of dat iemand dat over uw leven moet profeteren. Dat is de geestelijke kant. Maar gewoon praktisch kan ik u vertellen dat in de meeste gevallen, 90 van de 100 gevallen, zal u merken dat iemand geboren wordt voor een bepaald iets. Vanaf Abtjim, de jongen, je ziet, hij zingt, hij hoort hem bezig gaan zingen. En dan later zie je dat hij een zanger wordt. Sommige mensen houden zich bezig met
misschien tekenen. En dan zie je later dat de persoon zich gaat ontwikkelen op het gebied van tekenen. Of vanaf sommige jonge mensen zeggen vanaf hun jonge leeftijd dat ze ervan houden om met kinderen te werken. En je ziet dat zo iemand misschien kan eindigen als kinderarts of gaat werken met kinderen in een crèche of later misschien zelf een internaat kan hebben. Eigenlijk als je roeping wil ontdekken, kunt u het makkelijkst beginnen te kijken waarnaar gaat uw hart naartoe? Waarnaar gaat uw hart naar uit? Waarvan houdt u, om het zo te zeggen? Zijn lobby. Als dan zijn lobby, je noemt man, in loopt tak. Je kan de introen politicus, kan de gadokari figuur politiek. Maar, vanaf de politiek ook toe, kan dat gadokari ook toe om te zijn een dominee of een voorganger. Dus u gaat merken dat bepaalde dingen al in u zitten. Want de Bijbel leert ons dat God ons voor de grondlegging der wereld heeft gemaakt. En God wist van tevoren. Voor zich bedien niet maar beren. God op sabiba. Sang ibo dit op grond tapo. En daarom is het belangrijk dat wanneer u merkt dat er bepaalde dingen zijn in uw leven of in uw kinderen's leven. En dat die kinderen daarvan houden. Dat dat misschien de roeping is waartoe God ze geroepen heeft. En dat u al moeder en vader van kleins af dat kind begint te stimuleren. Om in die richting te studeren. En of in die richting zich te bekomen. Kwamen. Want bijvoorbeeld, laat ik u een voorbeeld geven. Als u ziet dat uw kind een muzikale talenten heeft, dan is het belangrijk dat u vanaf jongs af dat kind in die richting gaat sturen. Als u merkt dat uw kind aanleg heeft voor sport, behalve dat u dat kind een basis moet geven door te studeren, normaal naar school te gaan, een goede basis te hebben op de school, is het ook belangrijk dat u dat kind zet in een sportvereniging, als het een zwemvereniging is of een basketbalvereniging, zodat dat kind zich kan ontwikkelen, want wie weet is dat de roeping van dat kind en na zijn roeping dat hij omik abtjing nyang tamara. En daarom is het belangrijk, geliefde kijkers en luisteren, dat u gauw gaat ontdekken wat uw roeping is. Want wanneer u uw roeping ontdekt hebt, dan gaat u bepaalde dingen zien die u gaat zien, die u terug gaat zien in uw leven. Een van de dingen dat u moet weten is dat God u heeft uitverkoren om een perfecte oplossing te zijn voor iemand. Laat me het nog een keer zeggen. God heeft u uitverkoren om een perfecte oplossing te zijn voor iemand. Een tandarts is een perfecte oplossing voor iemand die tandproblemen heeft. Een monteur is een perfecte oplossing voor iemand die een monteur problemen heeft. Dus wanneer u uw roeping kan vervullen, wanneer u datgene waarvoor God u bestemd heeft kan doen, wie is na schilder in schilder, wie is na bus in rij, wat het ook mag zijn, het zal een toegevoegde waarde zijn in iemands anders leven. Of vervul wang problemen, of de perfecte oplossing die wang problemen voor ons maakt. Het volgende wat u ook gaat zien, het tweede is dat het belangrijk is dat de persoon ontdekt dat God u geroepen heeft om een beloning te zijn voor iemand anders. Dus wanneer je een roeping hebt, dat je een roeping op bless you. If I de dat in bem de datra, dat ben de roeping oude, one blessing you, maar de ook toe, behalve wat oplossing die was, maar kan de ook toe, one beloning, want doordat I bless you, ga je sowieso het maken in het leven, waardoor je in staat bent om iemand anders te zegenen. Dus je de one beloning gasma. Het is heel belangrijk dat u dat weet. Kijk, laat ik je een voorbeeld geven. Marcus 10, vers 47 zegt dat Bartholomeus hoorde van Jezus en begreep dat Jezus in staat was om mensen te genezen, om blinden ziende te maken. Dus je ziet Jezus op de perfecte oplossing aan mandisi en Jezus op beloon aan mandis vanwege in geloof. En de Bijbel boek Taki. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En als u het verhaal verder leest, dan zal u zien dat Jezus hem gevraagd: Wat moet ik voor je doen? En hij zei: Ik wil zien de woorden en Jezus ben de perfecte oplossing ja problema van man die zit. Het is belangrijk dat je gaat ervaren dat u als mens gaat weten dat iedereen die een bepaalde functie heeft in de maatschappij of roeping heeft in de maatschappij, amano oplossing voor een problema. En daarom is het belangrijk dat wij dat gaan erkennen en dat we daarmee rekening gaan houden. Nee, shiwa malik wa lolo man. Leer voor man dat die alalibisma nou een toegevoegde waarde die. En vooral even als mij vervul in roeping.
Stel je eens voor, even Maliki, Nelson Mandela, nummer 1 vervullen en roepen. Dat je bij probleem zou bij Abnono dan. Ten hoogte bij apartheid. Of die meneer Martin Luther King. Een man dat nummer 1 vervullen en roeping. Waarbij het zelfs zijn leven gekost heeft. Dat ten hoogte dan een probleem in Amerika. Of stel je voor dat meneer Mahatma Gandhi nummer 1 vervullen roeping. Dat ten hoogte India nummer 1 onafhankelijk. En zo zou je door kunnen gaan. Elk van ons moet gaan ontdekken wat die roeping is. Maar we moeten nooit vergeten dat die roeping allereerst onze God wil verheerlijken en daarna ook een medemens wil belonen. Wat ik nog wil zeggen, we praten over je roeping ontdekken. Een van de dingen die je moet weten, je roeping is altijd verbonden aan een plaats. Altijd. Als Abraham niet weg was gegaan van de plaats waar hij gaat, naar Canaan, nooit aan man vervullen roeping. Als Rut niet uit Moab was vertrokken, Rut zou trouw later aan grandma voor Jezus. Abe liepje in haar kontres aan de kar Moab. En abe moet aan Moab voor doren in Bethlehem. En die adoren Bethlehem, dan abe kan vervullen een roeping en aan mitang aan Boas. Als Rut dat niet had gedaan, zou ze nooit die roeping kunnen, vervullen. Jozef, zijn roeping, of de vervulling van zijn roeping was verbonden ook aan een plaats. Jozef was daar geboren bij zijn vader, maar moest naar Egypte gaan om zijn roeping in vervulling te brengen. Zolang hij bij door Egypte aan de man vervullen. Laat me te brengen in het dagelijks leven. Vele van ons, om onze doelen en of onze roeping te vervullen, moeten soms misschien gaan naar Nederland of naar Amerika of naar andere landen om te gaan studeren, om die knowledge te krijgen, die kennis te krijgen. En pas wanneer je het gekregen hebt, kan je dan terugkomen om je roeping te vervullen. Dus je roeping kan altijd verbonden zijn aan een plaats. Soms moet u niet op diezelfde plaats blijven. Als u een doorbraak wil hebben in uw leven. Als u dat ding dat u wil doen in uw leven in vervulling wil zien gaan. Asansa Gadokari. Zo lees je. Sma abif lipwan prezi. Fugwan traprezi. Fuka vervullen asandati. Dat is heel belangrijk. Want als sommige mensen nooit bijvoorbeeld naar Nederland waren geweest. Of naar Amerika. Dus daarom is het belangrijk dat u moet weten dat uw roeping verbonden is aan een plaats. En u moet snel tot de Heere roepen om te ontdekken. Heere, ben ik op de juiste plaats? Ben ik op de juiste plaats? On the right place and on the right time. Want dat is belangrijk. Want het is ook, uw roeping is ook verbonden aan tijd. U moet weten dat om een roeping te vervullen hebt u een bepaalde tijdsperiode nodig. Jozef was 17 jaar toen hij wist dat God hem geroepen had om de wereld te regeren. Maar hij moest 13 jaar wachten om zijn roeping te vervullen. En dat is heel belangrijk dat u dat weet. Geliefde kijkers en luisteraars, ik wil u bemoedigen. U die kijkt en luistert naar het programma vandaag. Ga tot God roepen om uw roeping te ontdekken. En als u niet weet hoe het te ontdekken, praat tot uw voorganger. Praat tot uw geestelijke leider. Accept van ik kan ontdekken uw roeping. En God gaat u zeker helpen. En als u misschien nog niet naar een kerk gaat, wil ik u uitnodigen om te komen naar de gemeente Godsrivier Ministries. We zijn elke woensdag bezig met onze Bijbelstudie van 7 tot 9. We zijn vrijdag bezig met onze bidstonden van 7 tot 9. En zondag hebben we onze opwekkingsdiensten. Maar als u woont in de omgeving van Latour, de omgeving van Zorg en Hoofd, de omgeving van Marowijnenproject, wil ik u uitnodigen om te komen naar de gemeente Logos International. We zijn elke dinsdag bezig met onze Bijbelstudie. En we hebben vrijdag om 7 tot 9 onze bidstonden. U bent uitgenodigd. En zondag morgen hebben we onze opwekkingsdiensten van 10:30 tot 2 uur. En dan om zondag avond al hebben we onze Engelse diensten waar we de Heere loven en prijzen. Geliefde kijkers en luisteren, maar het is belangrijk wie u ook bent, ook jonge mensen die kijken en luisteren naar dit programma, om te ontdekken waarvoor ben ik geboren. Wat is de roeping die God klaargemaakt heeft? Want als u dat niet gewoon ontdekt, dan je wakka kroon, dan je dualoloos en je lasting. En ik heb u al gezegd, uw roeping is verbonden aan een plaats. Uw roeping is verbonden aan een tijdstip. You know what last thing, maar u wil snel weten waarvoor u geroepen bent. Hoe sneller u het ontdekt, hoe beter het is. Ouders,
probeer te gaan kijken ook waarvan uw kinderen houden en wat u denkt en roept tot God. Wat die roeping kan zijn voor zo'n kind. Als je ziet dat je dit technisch aangelegd hebt, dan heb je een mulo-school, dan heb je een technische school. Als je ziet dat je lopstani, datra-datra-san, dan heb je een technische school, dan heb je een mulo-school. Doe de juiste keuzes voor uw kinderen in samenspraak met hun uiteraard, zodat u kan weten dat uw kind geen tijd gaat verliezen op deze aarde, maar snel die juiste roeping gaat vervullen. Laat ons bidden vanmorgen. Vader, ik dank u wel voor alle kijkers en luisteraars die luisteren vandaag naar dit programma. The best is yet to come. Heer, ik bid mijn God dat mensen die kijken en luisteren gaan ontdekken dat ze niet zomaar moeten leven op deze aarde, maar dat u ze gezonden hebt, mijn God, op aarde. Met een bepaalde roeping, een bepaald doel voor het leven. Sommigen zijn geroepen om bepaalde posities te bekleden, hoge posities. Maar anderen zijn misschien geroepen om gewoon een zegen te zijn voor iemand anders, mijn God. Ik bid, mijn God, dat iedereen die kijkt en luistert vandaag, het verlangen zal hebben om te ontdekken waarvoor ben ik geroepen op deze aarde. We weten het allereerst is om het uw naam te verheerlijken, maar ten tweede om onze medemens te zegenen. Heer, ik bid ook voor de mensen die misschien zijn in de gevangenis. Mensen die zijn in de ziekenhuizen, mijn God. Dat u ze wilt zegenen, mijn God. En dat u ze kracht wilt geven om deze moeilijke tijden, mijn God, te volharden. En te weten dat u ze niet hebt afgeschreven. Maar dat ook zij, mijn God, met een bepaald doel op aarde zijn geboren. Zegen ze, mijn God, in Jezus' machtige naam. Amen. Geliefde kijkers en luisteraars, ik wil u vragen om geen tijd te verliezen. Want we weten niet hoe lang we moeten leven. Ik zeg altijd tegen mijn gemeenteliefde, als ik nog één keer, nog één dag moet leven, maar ik doe waarvoor God mij geroepen heeft, ik ben in de wil van God, mij vervul mijn roeping, dan wil ik nog liever één dag leven dan 10 jaren. Want dan hebben die 10 jaren voor mij geen zin. Want dat toch niet doe, sangado, mek me geboren of doe. Dus dat is belangrijk dat u dat weet. En als u dat snel ontdekt, dan wil ik u zeggen dat het beste van uw leven nooit achter u zal zijn. Maar dat het beste van uw leven voor u zal zijn. Met Jezus is the best yet to come. God bless you en tot de andere keer. Dag.